rechtbank heeft de zaak tegen de Almeerse oud-directeur van Stichting Kanjewend na een paar uur al uitgesteld. De 55-jarige Peter V. staat terecht voor ontucht met zeker 12 jongens. Een inzamelingsactie voor het vernielde monument in het Wilhelminabos bij Dronten loopt storm. Veel mensen trekken de portemonnee, zodat het monument hersteld kan worden. En het Almeerse theatergezelschap Suburbia heeft een nieuwe voorstelling. Hij belde niet meer, hij schreef niet meer. Wat was dat voor een ongeluk? In het stuk staan rouw en homohaat centraal. Het is woensdag 21 juni, begin van de zomer. Dit is Flevoland. Goedenavond. Een bijzondere wending vandaag in de rechtbank in Lelystad. De zaak tegen de Almeerse oud-directeur van Stichting Kanjewens is na een paar uur al uitgesteld. Dit omdat verdachte Peter V. tijdens de zitting zijn twee advocaten plotseling ontsloeg. Peter V. staat voor de rechter voor ontucht met zeker 12 minderjarige jongens. Verder was de man in bezit van kinderporno. Ook zou hij zelf beelden van het misbruik hebben gemaakt. De ontucht vond plaats in de tijd dat Peter V. directeur was van Kanjewens, een stichting die dagjes uitorganiseert voor zieke kinderen. De rechtbank had 2 dagen uitgetrokken voor het behandelen van de zaak. Ter voorbereiding op de zaak wilden de advocaten van Peter V. verhoren terugluisteren. Een van een slachtoffer, maar ook van verdachte Peter V. zelf. Maar dat is niet gelukt. De advocaat van de verdachte vroeg daarom ook de rechtbank om de zaak uit te stellen. Na beraad verwierp de rechtbank dat verzoek. Daarop nam verdachte Peter V. zelf het woord. Zijn stem moet van de rechtbank worden vervormd. Mevrouw de voorzitter, ja. Dan moet ik toch even wat van hart. Ik denk dat de rechtbank onderschat hoe belangrijk ik deze punten vind om mijn verdediging goed uit te kunnen voeren. De officier van justitie haalt aan dat ik zelf mag beslissen wat ik vandaag wel of niet wil zeggen. Ik kan u vertellen dat ik over alles ga verklaren, maar wel na een gedegen voorbereiding met mijn advocaten. Dat is nu niet mogelijk geweest en het rest mij dan niets anders dan mijn advocaten nu naar huis te sturen. Omdat ik gewoon geen vertrouwen heb dat dit een goed einde in mijn zitting kan betekenen. Ik neem aan dat u dit vooraf hebt afgestemd, want dit bedenkt u niet zomaar even te plekken. Ik heb hier goed over nagedacht en dit is mijn beslissing. Ja, dus dit is wel het scenario dat u wel voorzien had? Nee, dat komt mij nu op mijn bordje. Er zijn scenario's mogelijk voor vandaag. En dit is het scenario wat u voor ogen had kennelijk. Nee, het is niet het scenario dat ik voor ogen had. Ik had gehoopt dat wij uitstel zouden krijgen, zodat we ons goed kunnen voorbereiden op de zitting. En dat is ons niet mogelijk geworden. Meester Hoge Raad, u hebt gehoord naar mijn uitleg. Kennelijk had u dit van tevoren al bedacht. Dat is zeker niet. Want u hebt dus niet eens naar mijn uitleg geluisterd. De rechtbank is zichtbaar geïrriteerd. De officier van justitie probeert nog de zitting door te laten gaan. Ik verzoek uw rechtbank om de zitting vandaag door te laten gaan. De feiten te bespreken en de slachtoffers aan het woord te laten. En op de tweede, nog te plannen dag, kan meneer dan bij laten staan door een andere advocaat. Nu, op dit moment, door deze actie is er in mijn visie geen sprake van een omstandigheid die uw rechtbank ertoe dwingt vandaag niet verder te kunnen. Maar daar gaat de rechtbank niet in mee. De zaak wordt uitgesteld. De rechters laten weten niet anders te kunnen. Dit ook tot grote frustratie van de aanwezigen op de publieke tribune. Toen Peter V. zijn excuses aanbood voor de vertraging, werd er hou je kop klootzak naar hem geroepen. De betrokkenen moeten namelijk nu ook maanden wachten tot de zaak weer verder gaat. De rechtbank maakt een afweging tussen alle belangen. Met deze verdenking, met zoveel wat er te bespreken is, met alles wat er wellicht nog gaat komen voor deze verdachte, is het wel van heel zwaarwegend belang dat daar een advocaat is die hem bij kan staan. En dan houdt het op. Peter V. heeft een week de tijd om met een nieuwe advocaat te komen. Binnen 3 maanden moet er een nieuwe zitting plaatsvinden. Een inzamelingsactie om het vernielde monument in het Drontense Wilhelminabos te herstellen heeft tot nu toe al ruim 60.000 euro opgeleverd. Het initiatief is genomen door Norbert Dikkeboom. Hij houdt de actie in samenwerking met KWF Kankerbestrijding. Het monument telde 67 grote glasplaten waar duizenden namen op stonden van mensen die zijn overleden aan kanker. 65 platen zijn volledig verwoest. Volgens Norbert Dikkeboom is er 200.000 euro nodig om de gedenkplek te herstellen.
Nou, ik kreeg gisteren het nieuws over wat hier voorgevallen is en alle vernielingen. En ik dacht direct bij mezelf, ik wil hier iets mee, ik moet hier iets mee. En nou ja, zo geschieden. Ik ben heel druk bezig om te kijken of ik het monument in ere kan herstellen. En dat moet echt door middel van donaties. En de actie loopt heel erg goed, zag ik. Ja, de actie loopt goed. Ik ben nog geen 24 uur geleden ben ik gestart met de actie. Ik keek nog net eventjes kort op mijn telefoon en toen zag ik dat we bijna op de 50.000 euro waren. Maar let wel, ik vermoed dat we 200.000 euro nodig hebben. En gelukkig gaat de landelijke media pakt dit heel goed op. Ik zie dat er heel veel gereageerd wordt en hartverwarmende reacties ook vanuit het hele land. Het geld dat wordt ingezameld gaat niet naar de privérekening van Dikke Boom, maar naar KWF Kankerbestrijding. In het geval dat er meer geld dan nodig wordt opgehaald, wordt het gebruikt voor onderzoek naar de ziekte. En wat is de bedoeling? Dat dezelfde platen terugkeren of iets anders in de plaats? Nou ja, de meningen zijn verdeeld. Ik weet dat het KWF aan het nadenken is over een goede oplossing, ook voor de toekomst. En misschien vandalisme bestendig. De vraag is natuurlijk of dat glas moet zijn. Als het aan mij ligt wel. Ik vond het een schitterend beeld. Ondanks de verdrietige aanleiding hier om het te zien. Het stak mooi af tegen het donkergroene van het bos. Dus wat mij betreft glas. Ik zou dat ook een statement vinden naar iedereen die het in zijn hoofd haalt om hier 's avonds of 's nachts zo'n belangrijk monument te slopen. En dan laat je toch zien van jongens, wij zijn toch sterker. En wij gaan voor fatsoen. Dus ik hoop op glas. Maar goed, iedere andere vorm is natuurlijk mogelijk. Het herstel van het monument is belangrijk voor Dikke Boom. De naam van zijn vader stond namelijk op een van de verwoeste glasplaten. Ik kreeg gisteren van iemand die mij toevallig bij achternaam kende, kreeg ik dit stukje aangereikt. En wat bleek bij het monument van 2009, want het waren 67 glazen panelen. En een van die jaartallen hoort bij het overlijden van mijn vader. En iemand zag de naam Dikke Boom staan. Dus dat was, ondanks al het verdriet hier, heel bijzonder om dat toch te hebben. En niet alleen Norbert Dikkeboom die nam vandaag een kijkje bij het vernielde monument. Anderen kwamen ook polshoogte nemen. Vrijwilligers van het Toon Hermanshuis uit Dronten waren aanwezig om ze op te vangen. De vrijwilligers merkten dat de mensen in het bos de extra steun wel konden gebruiken. Elk gezin, elke familie, iedereen kent wel mensen die kanker hebben. Dat is ook een van de redenen dat ik vrijwilliger ben bij het Toon Hermanshuis. En ook als ik ga hier ook graag heen. Het is een plek waar je graag wandelt, waar je even gaat zitten, even verstilt, even denkt over je leven, over degene die je mist. En dan vervolgens je weg weer zoekt in het bos. En de mensen hier natuurlijk die er wel de namen hebben, die zoeken de boom. Die zoeken een boom erbij. Is die er nog? Nou, met de bomen is niks gebeurd. Met de gedenktekentjes bij de bomen ook niet. Het is echt de panelen die stuk moesten. Dat is heel pijnlijk. De bezoekers kunnen die pijn delen met de vrijwilligers. Zij proberen de mensen te helpen op verschillende manieren. Door te luisteren, door aandacht te geven, door even te vragen van hoe ze zich voelen. En we zien het 9 van de 10 kan je het zien. Je voelt het aan het gesprek en of ze wat willen zeggen, ja of nee. Er zijn ook mensen die lopen gewoon weg. Die zijn gewoon zo intens verdrietig, die kunnen gewoon niet praten. Die lopen gewoon een rondje om en die komen weer terug. En dan hebben we een gesprekje met ze. En wat hun bezighoudt en wat hun waar ze van onder de indruk zijn. En die indruk is er zeker. De vrijwilligers krijgen veel persoonlijke verhalen te horen van de bezoekers. Van lievelingsooms die ze altijd mee nam overal naartoe. Die zelf ook altijd zei, dit zijn mijn zoons. Dat vertelt een man die zelf ook al op leeftijd is. Van ouderen die ouders die hun dochter de naam hebben staan. En die zeggen van, we hebben dit gedaan voor ons kleinkind. Overal komen ze vandaan om dit te zien, want ze geloven het gewoon zelf niet. Als ze de beelden op tv zien, mensen, ik hoor een oude dame van 80 die zegt van, ik heb de slaap over vannacht, want ik moet hier naartoe. Dus dat is gewoon heeft een enorme impact. Tegen een 23-jarige man uit Jouren is vandaag een half jaar cel en 2 jaar rijontzegging geëist. Hij reed op 7 november 2021 een 22-jarige fietser uit Espel dood op de Noordermiddenweg bij Krel. De bestuurder zag hem volgens de officier van justitie over het hoofd omdat hij een net binnengekomen Snapchat-bericht probeerde te lezen. De verdachte stopte toen hij een klap hoorde, maar reed weer door op het moment dat hij niks zag liggen. Toen de Vries later zijn auto bekeek, zag hij de aanzienlijke schade. Hij besefte dat hij iemand geraakt moest hebben en reed daarom terug naar de plek van het ongeluk.
Daar trof hij hulpdiensten aan bij de fietser. Die was inmiddels gevonden door twee jonge mensen die het slachtoffer kenden. De 22-jarige man uit Espel overleed een dag later aan zijn verwondingen. De automobilist bleek niet te veel drank of drugs in zijn lijf te hebben en hij reed 80 km per uur toen hij de fietser raakte. De uitspraak van de rechter is over 2 weken. Het klappen van het landbouwakkoord tussen de regering en landbouworganisatie LTO is voor de plannen in Flevoland niet direct een probleem. Dat zegt gedeputeerde Jan-Nico Appelman. Volgens hem is het vertrouwen dat landelijk ontbreekt er wel in de gesprekken tussen de provincie en de boerensector. Volgens de gedeputeerde is de provincie op de goede weg door de inzet van de boeren. Zij komen zelf met goede initiatieven om de problemen als waterkwaliteit en stikstof aan te pakken. Het landelijke landbouwakkoord kan ook niet één op één worden vertaald naar Flevoland, omdat in deze provincie andere opgaven spelen. Zo zijn hier geen stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden. De plannen voor een nieuw ziekenhuis in Jouren en het sluiten van de ziekenhuizen in Sneek en Heerenveen hebben geen gevolgen voor de plannen van gezondheidscentrum Het Vlie in Emmeloord. Dat verzekert voorzitter Marcel Kuin van de raad van bestuur van het Antonius ziekenhuis in Sneek. De gemeente Noordoostpolder reageerde voorzichtig op de nieuwbouwplannen in Friesland. Volgens de gemeente zijn de kortere aanrijdtijden voor de inwoners van Noordoostpolder een positieve ontwikkeling. Maar de gemeente uitte wel zorgen of de plannen voor het gezondheidscentrum wel overeind zouden blijven. De Urker bemanningen die volgens een Deens tv-station bij drugsmokkel betrokken zijn geraakt, zijn op een vergelijkbare manier geronseld zoals dat bijvoorbeeld ook gebeurt bij boeren. Om financieel het hoofd boven water te houden, stellen ze bijvoorbeeld een schuur beschikbaar voor een drugslab. Dat stelt de criminoloog Jarin Eski, die verbonden is aan de VU in Amsterdam. Ook de vissers verkeren door regelgeving en hoge brandstofkosten in financieel zwaar weer, waardoor ze volgens Eski extra kwetsbaar worden voor dit soort criminele verleidingen. Als iemand in de schulden zit, die ziet geen uitweg. Die wordt misschien ook niet geholpen door de overheid. Ja, dan ga je misschien iets doen wat je eigenlijk niet zou doen, maar om je eigen hoofd boven water te houden en dat van je gezin. Kijk je eventjes weg, vaar je eventjes langs een andere route. Volgens onderzoek van een Deense tv-zender zouden meerdere bemanningen van Urker viskotters betrokken zijn bij drugsmokkel. De Urker visserschepen zouden door drugsbendes overboord gegooide pakketten cocaïne weer opvissen en deze vervolgens ongezien de Deense havens binnenloodsen. Criminoloog Jari Eski vermoedt dat de betrokken vissers op zeer uitgekiende wijze zijn geronseld. Je zit ergens in een café en je wordt benaderd door een oude maat van je of misschien een voormalig visser. En deze vraagt, hey, hoe gaat het met je? Ja, gaat wel goed, maar probleempjes thuis, veel ruzie, want ja, we kunnen het niet echt bijbenen en financieel gaat het niet echt lekker eigenlijk. En dan zegt die zogenaamde vriend of oud-collega, weet je, kan je misschien wel helpen. En de stap om dan toch even dat pakketje uit die Deense wateren te vissen voor een lieve som geld is dan misschien al snel gezet. Eski vermoedt verder dat de Urker-cultuur net even dat extra zetje kan geven. Dat stilzwijgen, elkaar niet verraaien, geen pottenkijkers. Autoriteit moeten we helemaal niks van hebben. Dat is een solidaire cultuur. Ik kan me zomaar voorstellen dat dit soort dimensies ook meespelen bij vissers, of dat nou uit Urk is of een andere plek. Het grote gevaar is dat als eenmaal de keuze is gemaakt om mee te doen met de drugsmokkel, er vaak geen weg meer terug is. Vervolgens doe je het een en ander wat niet mag, maar dan krijg je vervolgens geen geld, maar misschien bewijs van het feit dat je fout hebt gedaan. Misschien foto's van waar je kinderen naar school gaan, waar je partner is. Dit zeg ik, omdat ik dit ook heb gezien in mijn onderzoek onder havenarbeiders. Het zijn geëikte methodes van dat soort bendes eigenlijk. Ja. Stel, je bent een urkervisser, je bent eenmaal betrokken bij dit soort praktijken. Overleef je het als je uit dat netwerk wil stappen? Ik denk het niet. En anders kijk je heel je leven over je schouder heen, tenzij je misschien een ooggetuigenbeschermingsprogramma komt. Maar dat is ook geen leven. Dus op een of andere manier lever je iets in. Zo'n 15 bewoners van de wijk Bastion in Lelystad hebben gisteravond voor het stadhuis gedemonstreerd tegen overlast door arbeidsmigranten. Ze vinden dat alle procedures om de overlast in hun wijk aan te pakken te lang duren. Al 2 jaar zijn er klachten, maar de situatie is nog steeds niet veranderd. Ik heb alleen gezien dat er meer arbeidsmigranten gekomen zijn. En verder voor de rest heb ik niks gezien.
Ja. Geen extra politiecontroles, handhaving? Nee, helemaal niets. Het is afwachten. Wacht op een sprankje verbetering. En vandaar de demonstratie. Want het wachten duurt al 2 jaar sinds de eerste klachten van geluidsoverlast. Te veel arbeidsmigranten die slapen in een te kleine woning. Allemaal overtredingen, maar de gemeente deed volgens de bewoners helemaal niks met de meldingen. In 2021 ben ik begonnen. En daar is pas nu een reactie op gekomen. En als ik dat projecteer op het hele verhaal, dan zeg ik van, iets meer snelheid had wel gemogen. Verantwoordelijk wethouder Dennis Grimbergen zag ook de demonstratie, maar was al in 10 seconden binnen. Het is aangekondigd, de demonstratie, en dat wisten we ook. En we hebben vorige week een goed gesprek gehad met elkaar. En in dat goede gesprek legde Grimbergen de bewoners uit dat hun woonsituatie hoogstwaarschijnlijk voor 2024 niet zal verbeteren. Want gemeentelijke procedures en dwangsommen duren lang. Soms doet de doorlooptijd van een procedure al minimaal 6 maanden. Dat is best lastig, dat snappen wij ook. Maar dat is wel wat er op dit moment speelt. En we zijn intern heel druk bezig om dat op te schalen. Dus het is nu nog papierwerk, maar nog geen concrete dingen in de wijk zelf? Nou ja, papierwerk is ook concreet, hè? Ja, maar ja, voor de bewoners is het toch een andere werkelijkheid. Ja, dat snap ik. En dat chargeren wij ook niet. En dat is ook niet hetgene wat wij zeg maar ontkennen. Maar wij moeten wel een aantal dingen gewoon echt formeel regelen. Alvorens wij zeg maar de volgende stap kunnen maken. Bewoner Henk de Vries hoopt dat de gemeente snel opschiet met de procedures. Wij hebben hier te maken met een illegale kamerverhuur. Er is geen vergunning. Er is geen vergunning om de panden te verbouwen. Nou, dat zijn elementen waarvan ik zeg, daar kun je eigenlijk een pand op sluiten. En dan zegt iedereen, ja, maar dit en maar dat. Maar als jij actie wil ondernemen, als er een drugspand is, spijkeren ze het allemaal nu dicht. Nou, dit is onwensbaar, dit is onhoudbaar. Kijk wat die kinderen zeggen, wij willen graag een veilige buurt. En daar hebben we recht op. En daar moet de gemeente iets aan doen. Dus kom in actie, gemeente. Op de stadsboerderij in Almere vond gisteravond de generale repetitie plaats van Tom op de boerderij. Dat is de nieuwste productie van theatergezelschap Suburbia. Het is een meeslepend toneelstuk en gaat onder meer over homo-haat en het verlies van een kind. Sorry voor de troep. We zijn onszelf niet. We zijn dood. Zo onverwacht. In Tom op de boerderij draait het om een man die diep rouwt om het verlies van zijn geliefde vriend. Hij reist af naar het afgelegen ouderlijk huis van zijn geliefde, waar hij voor het eerst kennis maakt met de familie van zijn vriend, bestaande uit broer Francis en moeder Agathe, vertolkt door Oda Spelbos, onder meer bekend van haar rollen in Baantjer en Flikker Maastricht. Het is een ongelooflijk mooi verhaal, een familieverhaal. En de muziek is zo fantastisch dat ik sta hier soms wel eens, want de jongens doen een dans, ik niet, maar sta ik hier achter. En sta ik naar de muziek te luisteren en echt waar, dan ben ik echt eventjes stikgelukkig. Omdat het zo mooi klinkt en dan weet ik wat ze hiervoor doen. Ik zelf zou het jammer vinden als ik het niet gezien had. Het is de eerste voorstelling van Suburbia waar muzikanten bij aanwezig zijn. Jorge Isaac is de artistiek leider en heeft de muziek gecomponeerd. Dit soort producties zijn altijd een uitdaging. Het is een toneelstuk, er bestaat geen muziek voor. Je hebt wel de tekst, je hebt wel de plot, alle informatie die nodig is om muziek voor te maken. Maar het is ja, het vereist een flinke voorbereidingsproces, een traject waar je echt moet gaan denken samen met de regisseur van maar wat voor soort muziek past goed bij dit soort voorstellingen of bij dat moment, bij die personage. En we hebben een hele mooie reis kunnen maken. En Isaac gebruikt ook instrumenten die zeer ongebruikelijk zijn. Er zijn momenten in de voorstelling waarin de muziek lekker prominent aanwezig is. Maar er zijn vele momenten waar de muziek juist in de achtergrond zit. En ik moet je alvast zeggen, er zijn ook unieke instrumenten die wij gebruiken. Bijvoorbeeld een cactus. Ja, wij spelen met een cactus in de voorstelling. Een cactus? Ja. Voor hele fragile, speciale momenten. Hoor je een hele rare, uniek geluid en dat komt uit een cactus. Hij kwam niet meer thuis! Hebben we hem iets aangedaan? Hij belde niet meer, hij schreef niet meer! Wat was dat voor een ongeluk? Je gaat toch niet dood op je 25ste? Mam, hou op. Ik vind het gewoon een hele mooie rol. Ik ben blij dat ik hier mijn tanden in kan zetten. Want het is nog helemaal niet eenvoudig. Een moeder te spelen die haar kind verliest. Ook eng, een beetje. Ik heb een zoon van 27.
moeten die dan denken? Doe ik ook niet tijdens de voorstelling, overigens. Als jij mijn moeder vertelt wie je bent, dan stuur ik de coyotes op je af. Je hoeft die grote bek van je maar open te trekken en ze zullen niets van je terugvinden. Geloof me, niets. Tom op de boerderij speelt tot en met 30 juli op de Stadsboerderij in Almere. En wordt eind dit jaar ook uitgezonden op Omroep Flevoland. En dit was Flevoland voor vandaag. Nog een fijne avond. En graag tot morgen. Dag.